Ik lig hier sinds 28 november. Het is nu 17 april. Ik lig nu vanwege dat ik een longembolie had. En toen kwam ook die pulmonale hypertensie naar voren. Dus toen had ik zoiets van, oké, ik heb een ziekte bij. Het zal wel. Want ik wist totaal niet wat hypertensie was. En ik wist ook niet wat een pulmonaal betekende. Ik had het liever niet gehad. Dank u. Komt u verder, mevrouw Teunissen. Kom maar. Neem plaats. Ja. Ik ben Nicole Koenen. Ik werk sinds 2003 als pulmonale hypertensieconsulent binnen het pulmonale hypertensieteam van het Radboud UMC. Vindt u dat u de laatste tijd achteruit gegaan bent? Heeft u de indruk dat u... Het verschilt van dag tot dag. Ja. Sommige dagen gaat het heel goed. En sommige dagen ben ik al moe van zijn kop staan. Merkt u dat ook, ja? Dat u, ja. Je begint de ochtend al met het idee van, oh ja, de dag gaat een moeilijke dag worden. Ja. Soms wel, ja. Maar ik slaap slecht. U slaapt slecht. Ja. Bent u aan het piekeren of heeft dat andere oorzaken? Ook al een beetje. Ook al een beetje. En waarover dan? Over het alleen wonen nog misschien? Ja, dat ook wel, maar het wordt te groot. U wordt oud, ja. U heeft twee ernstige ziektes. U heeft sclerodermie, dat is een ernstige ziekte. En u heeft pulmonale hypertensie. Ja. En die twee samen maken dat u absoluut een indicatie heeft voor een aangepaste woning. Pulmonale hypertensie is verhoogde bloeddruk in de longslagader. Je moet het vergelijken met een soort tuinslang. Als je die dicht drukt, dan spuit het water veel krachtiger eruit. Nou, dat is min of meer ook in je longslagader aan de gang. En daardoor gaat het hart, de rechterkamer met name, gaat heel erg uitzetten. Die drukt de rest van het hart, de linkerkant drukt die aan de kant. En krijgen mensen dus symptomen van benauwdheid. Dus snel moe, slecht trap kunnen lopen. Sommige mensen vallen flauw, zonder oorzaak. Het komt eigenlijk neer alsof je lichaam 24 uur per dag de marathon aan het rennen is. Wat alle vormen van pulmonale hypertensie gemeenschappelijk hebben, is het desastreuze effect van de verhoogde bloeddruk op de rechterhartkamer. Een normaal rechterhart staat onder lage druk en is niet sterk, maar flexibel. Of iemand nu zit of staat, slaapt of sport, op zondag naar de kerk gaat of ondersteboven in een kermisattractie hangt, de rechterhartkamer biedt de enorm wisselende hoeveelheid bloed vanuit de weefsels aan in een constante stroom aan de longen. Die functie stokt als de bloeddruk omhoog gaat. De spiermassa van de rechterhartkamer zal in die omstandigheden toenemen, maar omdat een dubbeltje nooit een kwartje wordt, zal er uiteindelijk hartfalen optreden. Het tijdig signaleren van een verslechtering van deze functie is van levensbelang. Zo kan worden ingegrepen met een extra behandeling of misschien zelfs met een longtransplantatie. Mijn naam is Harm-Jan Boogaert, ik ben longarts in het VUMC in Amsterdam. Ja, pulmonale hypertensie is eigenlijk niet één ziekte, maar er zijn heel veel verschillende aandoeningen die tot pulmonale hypertensie kunnen leiden. En het probleem wat mensen daarvan ondervinden is dat hun hart wordt overbelast en uiteindelijk hartfalen zullen ontwikkelen. Ja, de klachten die zijn vaak heel aspecifiek. Klachten van niet meer goed de trap op kunnen lopen of op vakantie merken als ze de heuvel op moeten dat dat opeens heel veel moeite kost. Niet tegen de wind in kunnen fietsen. Als patiënten dit soort klachten ontwikkelen dan denken ze vaak eerst van zichzelf ik zal gewoon wat ouder worden of ik
heb niet genoeg gesport, mijn conditie zal wel achteruit zijn gegaan. En als ze zich dan al bij de huisarts melden, dat duurt vaak even, dan denkt de huisarts vaak ook niet meteen aan zo'n zeldzame aandoening. Dus het kan vaak heel lang duren voordat de diagnose gesteld wordt. Adem maar eens even diep in en uit. Prima. Mag je op de linkerzij draaien? Heb je wel eens last van hartkloppingen? Ja, soms wel. Ik zie ook wel af en toe wat extra slagen. Ja, vooral als je op... Op je zij ligt. Op mijn zij ligt. Ja, dat dacht ik al. Het lijkt wel of ik onder water zit. Ja. Ik ben Vanessa van Empel. Ik ben cardioloog hier in het Maastricht UMC+. Doordat pulmonale hypertensie een chronische ziekte is, zijn de patiëntencontacten langdurig. Dus het is niet dat je een patiënt 2 keer ziet en dat hij daarna weer terug gaat naar de huisarts. Het zijn patiënten die ik soms jaren bij mij onder behandeling zijn. Dus die leer je echt wel goed kennen. Dus dat vind ik denk ik het allerwaardevolste van het werk. Gewoon poli doen en patiënten die binnenkomen en dan met een glimlach weer de deur uitgaan. Ik vind ook het technische aspect van de vaatkamer vind ik heel leuk. Dat is echt een beetje meer met je handen bezig zijn en dingen doen. Dat vind ik wel een mooie afwisseling. Maar dat zijn wel de 2 leukste aspecten denk ik van het werk. Ik ben Repke Snijder, ik ben longarts in het Sint-Antonis ziekenhuis in Nieuwegein en gespecialiseerd in de pulmonale vaatziekten. Toen ik op de lagere school zat, wist ik helemaal niet wat een longarts was, dus laat staan dat ik wist dat ik dat wilde worden. Wat tijdens mijn middelbare schooltijd duidelijk werd, dat ik heel geïnteresseerd was in de biologie, kwam natuurlijk vooral ook door de leraar die daar heel gepassioneerd onderwijs in gaf. Dat maakte dat je denkt, daar wil ik wat mee en deze onderwijzer die... behandelde vooral de biologie van het menselijk lichaam. Van plantjes heb ik op de middelbare school in de biologieles eigenlijk nooit iets gehoord. Maar dat maakte wel dat je daardoor zelf heel erg enthousiast begon te worden. En toen kreeg ik echt het gevoel van ik wil graag arts worden. Volgens mij is een arts iemand die kennis heeft van het menselijk lichaam. Zowel het normaal functioneren als het abnormaal functioneren. Die gepassioneerd is om daar waar het functioneren van het menselijk lichaam hapert, een oplossing te bedenken samen met de patiënt en tijdens die behandeling daarvan de patiënt ook te begeleiden. Veel mensen van mijn leeftijd hè, die twijfelen wat ze nou willen en passies volgen en dat soort dingen. Maar dat is voor mij echt nooit een issue geweest. Het is wel heel duidelijk geweest, dit is het en dit wil ik doen en hier ben ik op mijn plek. Ik heb het nooit gekozen om wat het is, want ik wist niet wat het was. Maar als ik het wel had geweten, dan had ik het ook gekozen, ja. Ja, arts zijn is natuurlijk een beroep. Het is niet je hele persoonlijkheid. Er zijn zoveel verschillende artsen en zoveel verschillende persoonlijkheden. Maar ik denk dat er een groot enthousiasme is voor het vak. Toch veel vakidioten onder de artsen die heel enthousiast kunnen worden van hun hele kleine specifieke subspecialisme wat ze soms hebben. En toch ook wel een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Mijn naam is Femke Bonte en ik werk hier als reumatoloog en klinisch immunoloog in het Maastricht ziekenhuis. En vanaf zolang als ik weet heb ik al dokter willen worden. Echt geen enkele andere optie. Toen ik 7 was ben ik naar mijn huisarts gegaan om te vragen wat ik moest doen om dokter te kunnen worden. Toen ik 13 was mocht ik met hem meelopen. Dat heb ik mijn 17e nog een keer gedaan. Nou, daarna gelijk ingeschreven voor de studie. Ik was niet eens in 1 keer ingelood. Dus ja, enorm verdrietig. 3 dagen psychologie gestudeerd uit pure armoede. Wat moet ik doen? Ik kan toch niet geen studie gaan doen? En daarna ben ik nageplaatst. Tijdens mijn studie wist ik nog niet wat voor vervolgtraject ik zou gaan doen. Voor snijden ben ik niet helemaal in de wieg gelegd. Dus ik ben gaan werken op een afdeling interne geneeskunde. En daar kwam ik in aanraking met de systeemziekte en de reumatologie. Toen wist ik, dit is wat ik wil gaan doen.
Van kleins af aan ben ik gefascineerd geweest met over gezondheidszorg. Wat mankeert iemand, of al was het was een dier of het was een mens, maar het bezig zijn met zorgen voor anderen, dat zit er wel in. Dat is van huis uit absoluut meegegeven. En dat is nog steeds een drijfveer in mijn vak. Dag, Betsy met Nicole Koenen van het Radboud Ziekenhuis. Hallo, hoe is het met u? Gaat het beter? Uw hoesten is minder, ja? En in de tijd dat u nu thuis bent, heeft u geen infecties meer gehad? Nee. Maar nu is het belangrijk dat u, want het is nu ook weer een beetje beter weer, zo langzaamaan iedere dag een stapje verder, hè? Morgen gaat dokter Van Haren u bellen en dan bel ik u over een paar weken weer. Oké, tot ziens. Dag, dag. Adem maar diep in. Heel diep, heel diep, heel diep. En uit. Ga door, ga door, ga door. Keurig, helemaal leeg. Helemaal leeg. En probeer eens heel snel in. En haal hem maar eruit. Zo, die laatste was echt keurig. Meneer De Wit is erachter gekomen dat hij dus eigenlijk steeds minder kan. Hij heeft als hobby zijn groentetuintje en vervolgens ziet hij dat hij dus gewoon niet meer zijn groentetuintje kan onderhouden. Zelfs het naar het groentetuintje toe gaan wordt al een probleem. Nou, bij deze oefening kijk ik of er vernauwing in de luchtwegen zit. Dat is de eerste manier. Ja, ja. Als tweede wil ik even weten wat de zuurstofopname van de longen is. Dus als u ademhaalt, hoe goed kan uw lichaam dan zuurstof opnemen? Nou, bij die oefening mag u eerst uitblazen, daarna heel diep in. En dan de adem 10 tellen inhouden. En daarna nog een keer uitblazen. Ja, even rustig doorademen. Blaas maar rustig heel ver uit. Helemaal leeg, helemaal leeg, helemaal leeg. Maak de longen leeg. Maak de... En diep in. Heel hard, diep, 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 diep. En inhouden, keurig. 7 tellen nog. Hou vol. Nog 5 tellen. Hou vol. 3, 2, 1. En erin blazen. Iedereen is zeer gemotiveerd om patiënten tot het uiterste te laten gaan wat betreft hun kunnen, wat betreft longfunctie. Dus je ziet ook dat Ferdi met heel veel, hij coacht bijna de patiënt door het proces heen en laat de patiënt ook echt tot het gaatje gaan, zeg maar, zover als de patiënt kan. Ik heb een last van mijn luchtwegen en van het hart. De spieren van het hart zullen maar voor 30% werken. En zo gauw als ik ook maar een lichte inspanning doe, dan krijg ik geen lucht meer. Ik heb er al 1,5 tot 2 jaar last van. Ja, en voor de rest is het een heel simpele zaak. Dan lig je hier en dan gaan ze kijken nou in de hart, in de rechterhartkamer, wat er zich speelt en waarom. Deze hartspier niet meer werkt. En u weet wat er gaat gebeuren vandaag? Zo ongeveer wel, ja. We gaan een katheterisatie doen, gaan via de hals. Wordt eerst lokaal verdoofd om het buisje. Maar u heeft dat al keer eerder gehad. Ik heb dat eerder gehad, ja. Heeft u nog vragen op dit moment? Nee, ik heb geen vragen meer. Om de week sta ik een dag op de vaatkamer. En ik vind dat leuk, omdat het heel praktisch werk is. Het is gewoon echt meer met je handen werken. Wat ook fijn is aan zo'n dag op de vaatkamer is dat je een programma hebt. Je kan daar niet, omdat je bezig bent, kan je niet gestoord worden. Dus het is niet dat een sein afgaat. En het is niet dat ik daar nog tussendoor allerlei e-mails moet beantwoorden of allerlei andere dingen moet doen. Dus het is ook nog wel een bepaalde rustmoment eigenlijk die je daar hebt. Omdat je maar 1 taak hebt en niet met 5 dingen tegelijk bezig hoeft te zijn. Gaat het nog, meneer? Ja, ja, dat prima. Ik denk niet echt veel, denk ik. Ik ben een beetje nerveus nu. En probeer ze zo goed mogelijk te ontspannen. Ja. Gaan we de doek over u heen plakken, meneer? Ja, prima. Dus kijk maar eens of dat lukt. Ja, is goed. Goed, dankjewel. Oké, komt de prik met de verdoving? Ja, denk ik. Komt de prik? Ik heb voor cardiologie gekozen omdat de logica van het vak mij wel aantrekt. Cardiologie, het hart is een pomp. Met bloedvaten waar bloed in rondpompt en als dat iets misgaat op wat voor vlak dan ook, is dat heel logisch beredeneren en nadenken en dat vond ik wel heel leuk. En tegelijkertijd is cardiologie ook een vak
als er iets misgaat, moeten we nu iets doen en niet over een week of over twee weken. Dus het is ook wel een relatief acuut vak wat mij wel ligt. Ja, het is nooit leuk om in een ziekenhuis te liggen, maar ik had er niet zo'n moeite mee als de zorg maar goed is. En ik hoor naar de hand wel op de poli wat eruit komt. Nou, we houden u dadelijk nog in de gaten en als u ook maar iets voelt, geeft u dat aan op de afdeling. Ja. En dan maken we gewoon nog een hartfilmpje en kijken we daarna. En is het hartritme helemaal rustig, helemaal normaal? Ja, ik voel me ook rustig. Ik voel me nou rustiger dan de eerste keer. De eerste keer was het een beetje allemaal vreemd. Nou weet ik een klein beetje ervan. Vorige keer was het ook een collega, nu heb ik het gedaan. Ja. Nee, u weet dan wat er komt, dat scheelt ook heel veel. De diagnose pulmonale hypertensie is voor patiënten van levensbelang. Als zij de diagnose pulmonale hypertensie krijgen nadat ze al vaak een hele lange weg hebben gegaan en niet wetende wat ze hadden, dat je soms als een soort verlossing brengt dat iemand pulmonale hypertensie heeft, dat zwaard van Damocles niet zo boven je hoofd hangt, maar dat je weet waar je aan toe bent, ook al is de prognose niet altijd even goed. Het ziektebeeld is nog steeds een zeldzaam ziektebeeld, dus het is denk ik bij de meeste huisartsen wel bekend. Maar als je iets niet veel ziet, is het ook best moeilijk om te herkennen en ook op het juiste moment eraan te denken. Ja, het is een ziektebeeld wat iets vaker bij vrouwen voorkomt. Een ziektebeeld wat toch vaker ook op jongere leeftijd al voorkomt, hè, dan echt onder de 50 jaar. Maar er zijn ook bepaalde groepen patiënten die hier veel meer risico op hebben. En dat zijn bijvoorbeeld de patiënten met systeemsclerose. Als reumatoloog zie je mensen natuurlijk helemaal aan het begin. Je komt niet met benauwdheidsklachten of met hartkloppingen bij een reumatoloog. Je komt met pijn in je handen of opgezwollen handen of wondjes aan je vingers bij een reumatoloog. En dan ga je samen een traject door wat soms wel 30, 40 jaar kan duren. Systemische sclerose is een ziekte waarbij je zuurstoftekort kan krijgen, bijvoorbeeld in je vingers, maar ook in je longen, doordat de bloedvaten zelf ziek worden. En die bloedvaten zelf worden verdikt, de wanden worden verdikt, ze worden een beetje te stram en ze kunnen smaller worden, ze kunnen nauwer worden. Systemische sclerose of sclerodermie en pulmonale hypertensie kunnen hand in hand gaan. Dat komt omdat de verschijnselen die bij systemische sclerose optreden, waarbij de bloedvaten verdikken, en de huid kan verdikken, dat kan leiden tot de wondjes aan de handen en de verdikking van de huid, maar ook tot verdikking van de bloedvaten die in de longen zitten. En hoe dikker die bloedvaten in de longen worden, hoe moeilijker die hartkamer het heeft om dat bloed ook daadwerkelijk naar die longen te pompen. En dan kan die pulmonale hypertensie ontstaan. Maar ze komen eigenlijk nooit of zelden tegelijk. Dat heeft meerdere redenen. We kunnen de systemische sclerose inmiddels een stuk eerder diagnosticeren. Dus dat wil zeggen dat we mensen elk jaar nakijken met bepaalde onderzoeken, bloedonderzoeken, longfunctietesten en een hartfilmpje om te kijken wat er eventueel aan complicaties ontstaat. We zoeken naar die teleangiectasieën en we kijken bijvoorbeeld naar de doorbloeding van de organen in je vingers en je tenen. Als je hier kleine pitjes en wondjes hebt, dan is dat ook een teken van zuurstoftekort. Andere kant. Deze, dat zijn teleangiectasieën. Dat zijn ook plekjes op de huid die we kunnen zien bij mensen met systemische sclerose. En dat is een teken dat er zuurstoftekort is of is geweest. En dat de bloedvaten zich een weg zoeken om nog het lichaam van zuurstof te voorzien. Dus dat zijn belangrijke dingen om te checken of ze er zijn. Ja. Nou, die zijn er. Die heb je ook al vanaf het begin. Ja. Dus dat is een gegeven. Alleen als het er plotseling heel veel meer worden, is dat een reden om nog even alert te zijn. We gaan vandaag een capillaire scopie bij u doen. En dat houdt in dat we gaan kijken naar de bloedvaatjes die van de nagels naar de vingers lopen. We doen wat olie op uw vingers. U legt uw handen daar onder en dan gaan we foto's gaan maken van alle vingers. En dan gaat dokter Bonte kijken of er afwijkingen te zien zijn op de foto's. Begin ik met uw rechterhand. Ik maak er nu een foto van en dat doe ik van alle vingers. Hier zit de nagel, dit is de nagelriem en hier is de vinger waar de bloedvaatjes lopen. Bij pulmonale hypertensie kunnen de bloedvaten helemaal gedraaid zijn. Je ziet dan echt een beetje een oerwoud van bloedvaatjes.
Wat je doet is je vergroot het beeld van de nagelriemen tot 200, 300 keer. En dat betekent dat je de doorbloeding van die kleine vaatjes, de kleine capillaire, kan zien. En op het moment dat daar iets aan de hand is, dat die bloedvaten minder goed werken, dat ze opzwellen als ballonnen of dat ze gaan lekken, dan kun je dat zien. We zijn nu in Blankenbergen, omdat dit een onderdeel uitmaakt van de Bronkhorst Colloquia. En dat is een samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse longartsen. En dit jaar gaat het om aandoeningen van de bloedvaten in de longen. En ben ik uitgenodigd om een verhaal te houden over pulmonale hypertensie in het kader van longembolieën en werkgroep te leiden. Perfect is the enemy of good, zeg maar, voor deze procedure. Dat hebben we ook wel geleerd van Matsubara, de Japanner die dat allemaal als eerste ontwikkeld heeft. Nou, het is dus een behandeling die ook zijn complicaties kent en ook echt gereserveerd dient te blijven voor niet-operabele CTEF, maar wel een hele goede aanvulling is nu in het arsenaal. Dus opereren, ballonnetjes en medicatie, dat is waar we het nu mee doen. En de komende jaren zal wel uitwijzen ook wanneer je wat moet doen en ook hoe je die verschillende behandelingen het beste met elkaar kunt combineren. Ik doe een stuk of 4 of 5 van dit soort congressen denk ik per jaar. In het begin vond ik het allemaal superleuk dat reizen, deed ik het niks liever dan dat. Maar tegenwoordig probeer ik het echt wel een beetje meer te beperken. En probeer ik ook altijd zo kort mogelijk eigenlijk aanwezig te zijn. Dus hier was ik ook maar net op tijd eigenlijk. Als ik een congres heb, nog net even mee te pakken dat ik de kinderen naar school kan brengen. Of ophalen als ik weer thuis kom. Of net op tijd op het voetbalveld. Dat vind ik altijd wel leuk. Haal er ook voldoening uit als het de sleutels werken. 252. Oh, hij moet er vast in blijven natuurlijk. Wacht, ik snap het. Het is niet zo elektronisch. Nou, dat is een enorme kamer. Het is niet bepaald gezellig, maar het is wel heel groot. Een soort jaren 70 of 80 inrichting of zo. Het is niet echt een state-of-the-art hotel. Meestal zit je wel in hele mooie hotels. Maar ja, ik heb de ruimte. Ik kan de zee zien als er geen wolken zouden zijn. Als je in zo'n heel klein vakgebied werkt, is het wel heel erg leuk om gewoon de internationale contacten te hebben. Want in Nederland heb je eigenlijk maar weinig mensen die zich op hetzelfde manier met pulmonale hypertensie bezighouden. Dus ja, de mensen waarmee je het meeste hebt eigenlijk, die zitten internationaal. Niet zozeer op het nationale niveau. Er zijn wel een aantal mensen hoor, maar het is toch beperkt. Dus wat dat betreft is het gewoon heel leuk om te reizen. Omdat dan hoor je tenminste echte ontwikkelingen die er plaatsvinden. En kun je ook je eigen werk onder het voetlicht brengen. Nou, dat is altijd wel leuk dat je toch op allerlei verschillende plekken komt waar je niet zo snel uit jezelf heen zou zijn gegaan. Maar toen ik in het begin de congressen had en reisde, dan probeerde ik altijd nog een dagje eraan vast te plakken en de stad te zien en het mooiste museum van de stad te bekijken en zo. Maar dat doe ik de laatste tijd eigenlijk niet meer, omdat ik toch zo snel mogelijk weer naar huis wil. Dus soms denk je wel eens van, ik ben een idioot, ik ben een van de mooiste steden ter wereld. Ben ik aanbeland en ik heb alleen het hotel en het congrescentrum gezien. Maar ja, het is wat het is. Als je wil kan je elke dag al in het vliegtuig zitten en overal voordrachten geven. In die wetenschappelijke wereld is een soort reizend circus, zeg maar. Als je het zo inricht, dan kun je Amerikaanse collega's vaker tegenkomen dan je eigen vrouw. Dus ik heb wel echt geleerd dat ik ook nee zeg tegen dingen. En dat bevalt heel goed. Goed, ik ga het traject even neerzetten. Het zijn 2 pionnen, 30 meter van elkaar af. En om de 3 meter staat er een streepje, zodat ik straks weet precies hoeveel meter u gelopen heeft. Als ik u waarschuw, gaat u starten. U heeft 6 minuten de tijd om zoveel mogelijk rondjes te wandelen. Ja? Probeer uw energie een beetje te verdelen, maar probeer wel goed door te stappen. Eigen tempo of? Wel eigen tempo, maar op het eind van de rit moet u wel het gevoel hebben dat u flink doorgestapt. Dus niet te traag, maar als je heel snel begint, kom je jezelf later weer ietsjes tegen. Als u te moe wordt, mag u altijd even stilstaan om te rusten. Alleen de tijd loopt wel verder. Wat ik ga meten is in ieder geval het aantal meters wat u loopt.
En kijk ik of de saturatie of die daalt, ja of nee. Ik ga in het midden staan met de rolstoel. Mocht u echt te moe worden, mag u ook even gaan zitten. Maar dat moet u maar even aangeven. Bent u er klaar voor? Ja. Ik zou zeggen, start maar. In 2016 ben ik hier 60 dagen geweest, omdat ik vocht op mijn hart had en een hartoperatie heb gehad. Maar ik heb het allemaal overleefd, want het was echt kantje boord. Ik had last van benauwdheid en kortademigheid. Dood en doodmoe was ik. Ja, of je marathon gelopen had. Dus ik heb heel veel gewandeld, maar nu kan ik het niet meer. Als ik 100 meter gelopen heb, dan moet ik stoppen. Dan moet ik, dat doen je benen zo dan heel erg zeer. Keurig hoor. De zuurstof blijft hartstikke mooi in het lichaam. Alleen het is echt de spieren waar u nou last van krijgt in de kuit. Hè. Het laatste stuk. Wat zitten? Ja? Nee, gaat het niet meer? Nee. Nee, dan moet u eventjes gaan zitten. Veronderstel, ik ben volstrekt ongetraind en je vraagt aan mij om iedere 3 maanden 100 meter te sprinten. Dan voel ik me naar de en tot het uiterste te gaan, echt tot mijn tong op mijn schoenen. Dat is gewoon geen fijn gevoel. En als ik dat maand in, maand uit zou moeten doen, dan krijg ik daar natuurlijk een hekel aan. En dat snap ik ook. En dan ga je soms wel een tikkeltje te ver misschien wel. Maar het is voor ons een meetbaar iets over hoe slaat de behandeling aan. Het is nog 3 minuten en 30 seconden. Ja, zullen we het weer proberen? Gaat dat lukken of is het te snel? Nee, is dat te snel. Ja, oké. Okay. Ik heb nog 4 minuten de tijd. Zo lang nog? Zo lang nog. Oeh, dat is al wel lang. Moe. Vreselijk moe. Ja, ik vind lopen zwaar. Dat vind ik erg zwaar. Zo'n 6 minuten looptest kan super intensief zijn. Want kijk, voor een gewoon normaal iemand, wat is nou 6 minuten lopen? Dan loop je, als je gezond bent, loop je iets van 6, 7, 800 meter. Maar voor een PH-patiënt is soms 250 meter al topsport. Nou, het is nog 2 minuten 40. Als u denkt het gaat... Ja, dan gaan... Ik heb nog steeds pijn, ja, hoor. Ja, ja. En ik wil u niet op gaan jagen, alleen ik geef steeds even de tijd door hoe lang het nog is. Dan staak ik de test, 50 seconden voor de tijd. Hoeveel? 342 meter. Ja, het is toch niks. Het is nog geen half kilometer. Nee. Ja, het valt altijd zo tegen. Lopen, het werken in huis, dat gaat redelijk goed. Maar het lopen is mijn... Ja, dat is mijn boodschappen ook. Als ik de auto maar zo dicht mogelijk bij kan, dan gaat het. Maar lopen is vreselijk. Nou, het ging aardig goed volgens mij, of niet? Hartstikke goed. Ja, 93. Oké. Ik had na haar verhaal eigenlijk wel gedacht dat ze meer dan 400 meter zou lopen. Dus aan de ene kant valt dat weer een beetje tegen. Je ziet dat het wel een mooie test is, zo'n 6 minuten wandeltest. In het begin denk je dat gaat wel, maar je ziet hoe kort van adem ze aan het einde is. Ik vond het wel gezellig. Ik ook wel. Zo, hier ga ik even... Kijken. Dit is de medium care. Patiënten die van de intensive care afkomen en al goed aan het herstellen zijn, maar nog wel bewaking nodig hebben, gaan dan hierheen. En mevrouw Straver heeft lange tijd ook boven op de longafdeling gelegen, maar is het ziektebeeld verder achteruit gegaan. En heeft ze echt intensieve bewaking nodig. Dat is de reden waarom ze hier is. Hoe gaat het met je? Ja. Je voelt je gewoon rot. Mm-hmm. En dan wou je dat je gewoon ergens anders was. Ergens anders dan deze 4 muren. Ja. Gewoon lekker buiten. Net als iedereen op straat lopen, ja. De gewone dingen, die mis je. Want je hebt een waslijst aan pompen, hè, die hier naast je hangen. Als je dat zo bekijkt, 1, 2, 3. Nou, ik vind het meevallen, hoor.
klinkt raar, maar ik had meer pompen en ik had ook een zwangans. Want voor de longtransplantatie moeten die nieren goed werken. Ja. Ja. Anders kan die longtransplantatie weer niet doorgaan. Nee. Ik lig nu omdat ik moet wachten op een longtransplantatie. Want dat is het enige wat mij kan verder helpen. Om weer beter te worden. Als er geen nieuwe longen zijn, dan ben ik er ook gewoon niet meer. Er zijn absoluut te weinig donoren. Want voor haar is iedere dag telt. En iedere dag dat doorgebracht kan worden met nieuwe longen, telt dus ook. En zodra de longen dan beschikbaar zijn, dan kun je de oproep meteen krijgen. Het kan zelfs zo zijn dat over een half uur gebeld wordt, er zijn longen. Je hebt ook al een keer een oproep gehad, hè, voor de longtransplantatie. Al 4 keer. Ja. En de 4e keer was het heftigste. Want toen lag ik al op de elkaar. En toen hadden ze al een zwangans in mijn hals geplaatst en lijnen vervangen. En toen kreeg ik nog te horen dat het niet doorging, dat de long toch niet geschikt was. En dat vond ik het moeilijkste. Ja. Het moet gigantisch zwaar voor je zijn, psychisch zwaar, om telkens maar weer op te brengen van op weg naar de spannende operatie, longtransplantatie, en telkens weer horen, het gaat niet door. Klopt, maar dan denk ik weer terug aan mijn dochter. Mm-hmm. Die zegt dan, jammer, maar volgende keer krijg je gouden longen. Gouden longen, mooi. Ja. En dat houdt je ook op de been. Ja. Zulke uitspraken. De patiënten die we nu zien, dat zijn wel de ergste patiënten qua ziektelast. Dat zijn de mensen die alleen nog maar geholpen kunnen worden met een longtransplantatie en waarbij alle medicijnen niet goed hebben gewerkt. Gelukkig zijn er heel veel mensen waarbij de medicijnen gelukkig wel goed werken. Alleen die zien we natuurlijk niet hier opgenomen liggen in het ziekenhuis. Die zijn polyklinisch. Nou, welkom. De eerste keer, hè, dat je komt. Ja. Ja, is wel spannend, of niet? Ja, wel. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Dan gaan we hier rechtsaf het hoekje om. Ja. Dus ik ga nu even bellen, Maaike, met de verpleegkundige. Ja. En dan gaat zij jullie nog allemaal uitleg geven. Ja. Is dat goed? Jawel. Ja? Ja hoor. Bloed prikken? Je moet ook nog eventjes bloed prikken. Oké. Ja. Toch nog bloed prikken. Ja. Had je het een beetje begrepen? Ja. Dus dan gaan we nu zo naar de verpleegkundige. Ja. En die gaat heel veel uitleg geven over de nieuwe medicijnen. Ja. Ja? Hoi, ik heb Maaike van Bekkum met de begeleider en ik stuur ze naar jullie pony. Oké, dag. Kijk, hier het hoekje om is het laboratorium. Ja. En hier zit Ingrid. Ja. Wil je het zonder spray of met spray? Met spray. Met spray? Wil je bananenspray? Nee. Lekker niks voelt? Ja. Ja? Heerlijk. Heerlijk, hè? Wil je ruiken? Waar ruikt het naar? Banaan. Banaan, hè? Echt bananenspray. Zo, Maaike. We hebben alles. Gaat goed? Ja. Gelukkig. Zie je hem lopen nou? Mooi, hè? Ja. Is jouw bloed. Zo, meid, dan gaan we hem er weer uit halen. We zijn klaar. Hoe vind je dat dan? Zo. Ook niks gevoeld? Nee. Nee. Ik doe een plakketje op en dan kan jij weer naar buiten. Ben je klaar? Ik zeg mijn mantel en dan even voorzijd. Ja, klopt. Dan mag je naar mij inderdaad door. Ja, vind ik leuk. Ja, ik vind het ook gezellig. Want ik heb al heel veel van je gehoord, maar ik had je nog nooit gezien. En dan gaan we nu starten met een nieuwe medicijn. Ja. Hè? Om je bloedvaten zo goed mogelijk open te zetten. Ja. Hè? Zodat er meer bloed naar je longen kan stromen om zuurstof op te nemen. Oké. Wat voor smaak? Wat zeg je? Smaak. Ja, wat voor smaak? Heb ik eigenlijk geen idee van. Ik heb ze zelf, ja, waarschijnlijk wel. Het hart ermee stopt. Met de reanimatie. Het is niet de bedoeling dat je hart ermee stopt, nee, hoor. Nee. Nee. We hopen eigenlijk dat je hier beter door gaat voelen. Dat wil je. Ja, dat zou wel fijn zijn. Er komt veel op je af, hè, op zo'n dag. Ja.
En het is mijn eigen bureau, mijn eigen kantoor, dus wel lekker. Het is vaak wel even wat rustiger dan op de poli zelf. Ik vind e-mails beantwoord het minst leuke gedeelte, de hele e-mailbox die elke keer weer zo vol zit. Maar je vroeg net eerder ook al van, ja, je hebt maar 20 minuten per patiënt, is dat genoeg? Als je niet voorbereid is dat niet genoeg. Je kan niet onvoorbereid de patiënt zien en dan 20 minuten als afhandelen. Ik moet wel van tevoren al alles op een rijtje hebben, anders dan loop ik gigantisch uit op de poli. Ja, ondanks dat het werk wel heel hectisch is, heb ik niet het gevoel dat het echt gepaard gaat met heel veel spanningen. Ja, er zijn altijd wel eens weken waarvan je heel blij bent dat het weekend is. Maar meestal, ja, we zijn hier met een heel team, dus we doen het gelukkig altijd met z'n allen en dat scheelt altijd wel heel veel. Goed, zullen we dan nu mevrouw even bespreken? Die heeft heel veel tegenslagen natuurlijk gehad, want ze zou hier voor een weekje naartoe gaan en ligt hier nu inmiddels 6 weken. Hoe vind jij het vanuit de cardiologie? Kan je daar iets over zeggen? Heb je nieuwe informatie van haar rechterkamer? Ik begreep dat ze nog steeds niet helemaal droog was, dus ik heb daar nog niet een nieuwe echo laten maken. Nou, ik denk dat ze eerst goed ontwaterd moet zijn. Nou, we hebben nu wel een beetje een actueel ander probleem. Vanochtend had ze een bloeddruk van 180 over 80 en een gewicht van 77 kilo. En bij opname had ze een gewicht van 65 kilo. Hoe gaan we dat even praktisch doen? Want het is nu, dus deze week doen we dat niet, denk ik. We zijn er nu net een beetje aan het... Nee. Laten reconvalesceren. Ik denk dat ook belangrijk is. Je wil wel een resco doen als je haar iets stabieler hebt. Het liefst als dat kan, als ze nog kunnen wachten en ook ontwaterd. Ja. Zeker omdat ze ook wel hartfalen heeft natuurlijk. Ja. Oké. Dus praktisch, wij doen Nibiopt, ontwateren haar. Ja. En na het weekend dan doen we rechtscatheterisatie. En dan plannen we rechtscatheterisatie. Ja. Kijken we even met de echo en dan doen we daarna rechtscatheterisatie. Ja. Nou, goedemorgen allemaal. Ik wil jullie graag vandaag wat vertellen over chronische tromboembolische pulmonale hypertensie. En dan met name de lange termijn resultaten van de verschillende behandelingen die we hier in dit ziekenhuis hebben. We zien 3 tot 6 maandelijks de patiënten terug. En wat doen we daarvoor op de poli? Op de poli uiteraard de anamnese, klinisch onderzoek. En vervolgens doen we aanvullend een vorm van inspanningstest. En wij hebben gekozen voor de 6 minuten looptest. Verder heb je bij inoperabele patiënten medicamenteuze therapie. Dat zien jullie allemaal op de afdeling, hè, waar de mensen liggen met pulmonale hypertensie. Dus die krijgen middelen en dat doe je eigenlijk op 3 verschillende niveaus. En sinds een aantal jaar in Nederland en bij ons een ballondilatatie. Het is eigenlijk voor het eerst beschreven in Leiden in 1988. Tegenwoordig worden die procedures alleen bij ons gedaan in Nederland en in de VU. Dus dit is de katheter. En als je dan hier goed kijkt, zie je dus de webs die we op CT ook zien, hè, bij de patiënten met CTEF. Zie je dus bij deze imaging techniek real life in de arteria pulmonalis. En wat doe je dus met die ballondilatatie? Met die ballondilatatie probeer je die webs dus kapot te maken. En te zorgen dat dat bloedvat eigenlijk weer mooi open is. Dus je kan die patiënt niet genezen met een ballondilatatie, maar je kan wel duidelijk de hemodynamische parameters verbeteren, de inspanningstolerantie verbeteren en de kwaliteit van leven. Oké, de pigtail. We zullen even 5000 heparine geven. Als het pijnlijk is, zegt u het, dan verdoof ik het gewoon nog een beetje bij. Ja, mag ik een 3,5 ballon? En dan zachtjes tot 2 of 3 atmosferen. Oké, adem maar eens diep in. Draai eens een beetje uit. Ja, vasthouden. Nee, andere kant op. Nog iets verder. Ja, pufje. Het heeft 4 jaar geduurd voordat ze bij mij merkte wat ik had. Waardoor je bijna het gevoel krijgt van, nou, het lijkt wel of ik niks heb. Want ik ben bij de longspecialisme geweest, ben bij hartspecialisme geweest. En je wordt naar huis gestuurd van, nou mevrouw, we kunnen niks voor u doen. In Nijmegen hebben ze dat geconstateerd. En toen hebben ze me naar Nieuwegein gestuurd, omdat daar de kennis zat over die ziekte. Toen ik hoorde wat de uitslag was, dat ik pulmonale hypertensie had door chronische longembolie, toen was ik gewoon heel opgelucht dat ik niet gek ben. Ik was ziek. Maar aan de andere kant hoor je dan tegelijkertijd dat het een ongeneeslijke ziekte is. En dan wordt het weer een heel ander verhaal. Wat nu? Hoe gaat dit verder? Ik heb mijn leven goed geleefd. Ik heb gedaan wat ik wilde doen. Mocht dit het einde zijn, dan is het zo. Oké, noem maar leeg.
Ze hebben een katheter vanuit de lies opgevoerd naar de rechter longslagader en daardoorheen gaan we een andere katheter opvoeren, waardoor we ballonnetjes en draadjes kunnen opvoeren. Dus we hebben nu het ballonnetje op de draad geladen. En dan zie je op het scherm het ballonnetje verschijnen op een gegeven moment. Poef, en nou is het eruit. Zie, als je ziet opblazen, zie je een insnoering. Daar zit de vernauwing. Kijk, dit is het ballonnetje. Zie je de insnoering op het bovenste twee derde deel van het ballonnetje? Dit is na. Ik voel niet de slang. Ik voel niet dat ze een ballonnetje oppompen. Ik kan alleen op het scherm zien dat ze bezig zijn. En dat je dan realiseert, ja, dat ben ik van binnen. Dat is gewoon heel bijzonder. We zijn klaar voor vandaag, mevrouw Peters. We hebben nu een grote tak op drie plekken behandeld. En we hebben een tak in de onderkwap ook nog behandeld. En dan moet ik wel weer verschil voelen. Nou ja, dat hoop ik. Het zijn wel belangrijke takken die we behandeld hebben. Dus ja. We gaan het zien. Voor de patiënt is het een enorme emotionele periode, heel moeilijk. Er is natuurlijk angst, ga ik het wel redden? Er is de klacht zelf van de kortademigheid, ik kan zo weinig. Ik lig in een ziekenhuis, weg van mijn partner en mijn kinderen. Ja, dat zijn hele nare dingen. Ik ben al 9 weken hier in afwachting op dubbele longtransplantatie. Ik had graag thuis willen zijn. Maar ik heb geen keus. Ja, bang dat ik dood ga. Ja. Bang dat ik niet meer thuis kom. En terwijl ik wel heel optimistisch ben van ik wil een deurtje halen en ik blijf ook vechten. Hoofdzakelijk natuurlijk voor mijn man en mijn zoon, maar mijn zoon is mijn alles. Ik wil hem nog groter zien, want hij is er nog niet klaar voor om zonder mij te gaan. Als ik dan zo alleen al denk van, wat moet hij als ik weg ben? Dan denk ik, oh nee, dat gaat niet goed komen. Maar ik ben wel heel bang voor de dood. Ja, ik wil gewoon nog normaal dingen kunnen doen. Niet altijd maar ziek zijn. En gewoon naar buiten kunnen lopen zonder dat ik mijn tankje mee moet nemen op sleeptouw. Gewoon een winkel in wandelen. Gewoon de normale standaard dingen. Ik hoef niet heel veel. Ik hoef alleen maar normaal te functioneren. Gewoon normaal kunnen lopen en ademen. Ja, sorry. Nou ja, wat je natuurlijk, als je de deur achter je dicht trekt, hoopt, is dat je de volgende morgen op je werk komt en zegt, ze heeft dus getransplanteerd. Dat is natuurlijk zo. Als je vraagt of ik er wakker van lig, is dat niet zo. Nee, dat zou ook niet moeten. Daar heeft zij niks aan, maar ook andere patiënten hebben daar totaal niks aan. Je moet dus ook daar het op een professionele manier mee omgaan. Je bent daar niet om mee te huilen. Je bent er om naar oplossingen te zoeken. En waar ze er zijn, die te vinden. Waar je als dokter denk ik toch ook vaak mee zit, is van doe ik het wel goed? Dat is iets waar we misschien nog wel het meest over wakker liggen als artsen. Had ik het niet anders moeten aanpakken? Had ik sneller moeten zijn met de aanvullende behandeling? Had ik toch duidelijker moeten zijn dat het echt niet verstandig is om zwanger te worden? Dat soort dingen, daar kun je natuurlijk wel mee zitten. En die kun je mee naar huis nemen, inderdaad. Belangrijk is denk ik dat wij medisch inhoudelijk altijd het uiterste doen van wat we kunnen. En dat gevoel moet de patiënt ook wel hebben, dat we alles doen om ze te helpen. Maar ja, dan kunnen ze nog steeds komen te overlijden aan deze ziekte. En dat is wel iets waar we nog steeds maandelijks mee geconfronteerd worden, dat er een patiënt komt te overlijden. Als iemand doodgaat, voelt dat voor mij als falen. Daar heb ik de pest in. Niet zozeer voor mij als arts specifiek, maar voor ons als mensen die in de geneeskunde werken. Dan doen we het gewoon nog niet goed genoeg. Soms is sterven ook gewoon echt een verlossing. Als iemand zonder al te veel pijn of zonder benauwdheid rustig afscheid kan nemen van zijn familie en dierbaren. En die begeleiding kost veel energie en veel tijd, maar is ook heel dankbaar. Dus hoe ga ik daarmee om? Het mag best bij jezelf komen. Alleen het is belangrijk dat je dat probeert te ventileren ook. Dat je het niet alleen hoeft te dragen. Dat je dat ook met meerdere kunt delen. Sterker nog, ik vind het niet makkelijk om over te praten. Het is zelfs noodzakelijk om daarover te praten. Met elkaar in het team, met de longverpleegkundige, met de cardioloog, met mijn collega longarts in het team. Want je hebt ook een relatie met de meeste van die patiënten.
Je hebt ze zoveel jaren begeleid, dus als iemand wegvalt, dan raak je dat. Moet een wetenschapper niet juist waardeneutraal zijn? Is het niet beter als het de wetenschapper geen moer kan schelen wat de uitkomsten van zijn onderzoek zijn? Filosofen zoals Popper en Kuhn maakten duidelijk dat deze positivistische kijk op wetenschap niet realistisch is. Als artsonderzoekers kunnen wij dan ook maar beter gewoon duidelijk maken dat wij niet objectief zijn en al helemaal niet waardevrij. Bij elk experiment hebben we uitgesproken ideeën over de gewenste uitkomsten. Los van de druk die er bestaat vanuit carrièreperspectief. We moeten subsidies binnenhalen, we moeten publiceren, we moeten valoriseren. Willen we de levens van onze patiënten verbeteren? Zolang wij een rol hebben in de behandeling van kwetsbare patiënten, is totale objectiviteit niet alleen onmogelijk, maar zelfs zeer ongewenst. Dus samen met patiënten en collega's, oud en nieuw talent, wil ik met hartstocht blijven strijden voor een betere behandeling van aandoeningen van de pulmonale circulatie. Alle longziekten dus. Een strijd die we desnoods voeren tot de laatste ademtocht. Ik heb gezegd. Twintig jaar geleden was er gewoon nog geen behandeling mogelijk. Overleden patiënten gewoon binnen 5 jaar bijna allemaal. En tegenwoordig zijn er natuurlijk vaatverwijders, waardoor eigenlijk niet het probleem wordt opgelost, maar vooral de druk een beetje van de ketel wordt gehaald. Dus de levensverwachting is echt wel toegenomen. Maar de ziekte is zeker de wereld nog niet uit. En de kwaliteit van leven van patiënten is echt nog lang niet waar je wezen moet. Als je ziet hoe de guidelines zijn opgebouwd, dan is het net alsof je tevreden mag zijn dat een patiënt 5% kans per jaar heeft om te overlijden. Ja, dat geeft aan waar we vandaan komen, want vroeger was de kans 30-40% dat je binnen 5 jaar zou komen te overlijden. Als je dat zou zeggen tegen een patiënt met suikerziekte of met astma, of je hebt de kans van 1 op 20 dat je binnen 5 jaar overlijdt, dan zou iedereen daar absoluut geen genoegen mee nemen. 10 jaar geleden hadden we in elk geval veel te weinig tijd. Toen had iemand die de diagnose pulmonale hypertensie kreeg, eigenlijk bijna per definitie een super slechte prognose. En dat is de afgelopen jaren gelukkig wel beter geworden door de komst van meer medicatie, meer mogelijkheden om mensen te behandelen. En we willen nog een paar stappen naar voren. Pulmonale hypertensie wordt niet altijd op tijd ontdekt. En dat is omdat de verschijnselen zo moeilijk zijn. We willen de diagnose eerder stellen. En daarom is die vroegtijdige screening, gestructureerd elk jaar mensen nakijken, zo belangrijk. We zijn natuurlijk nog lang niet zo ver als we zouden willen, maar er is duidelijk voortgang geboekt. Dan zie je dat daar waar een patiënt bijvoorbeeld met moeite 1 trap kon oplopen en daarna moest uitrusten voordat er aan de 2e trap begonnen kon worden, zie je dat dat gewoon veel beter gaat. En we hebben patiënten die als ze 1 keer behandeld worden, nu makkelijk 1 en soms ook wel 2 trappen op kunnen lopen. Dat is voor de patiënt ook gewoon heel duidelijk merkbaar. Want die weet, er gebeurt wat op dat gebied. Dat is een enorme aanwinst. Zo goed als een astmabehandeling tegenwoordig is, zo goed zou ik ook wel de pulmonale hypertensiebehandeling willen hebben. Ik denk wel dat pulmonale hypertensie, als je ziet wat voor stappen we de laatste 15 jaar genomen hebben, een stuk chronischer gaat zijn dan dat we nu hebben. Misschien kunnen we de ziekte op een gegeven moment wel helemaal genezen. Ik heb zeker bewondering voor mijn collega's. En dat betekent de longarts, de cardioloog, de reumatoloog, maar zeker ook de laborantes, de verpleegkundigen, noem het maar op. Ik heb absoluut bewondering voor ons team. Het belangrijkste is dat je bereid moet zijn om je voor iemand in te zetten. En dat hebben we allemaal. Thank you.